Welkom bij de video-update van de maand juni, waarin we de maand mei bespreken en de vooruitzichten voor de toekomst. Rutger, portefeuillemanager. De maand mei was erg volatiel. Kun je daar een toelichting op geven? Ja, er speelden een aantal dingen een rol in de maand mei. Ten eerste had je natuurlijk de oorlog in Oekraïne nog steeds en de sancties die het Westen tegen Rusland wil opleggen. En met name eigenlijk de olieboycott die door is gevoerd aan het begin of het einde van mei. En daarnaast had je natuurlijk ook de lockdowns in China en de hoge inflatie en de oplopende rentes die nog steeds speelden. Maar je zag wel dat de angst voor inflatie een beetje plaats aan het maken was voor angsten voor economische groei. Wat er eigenlijk ook voor zorgde dus dat de koppeling die we hebben gezien tussen aandelen en obligaties, die eigenlijk samen zijn gezakt het hele jaar. Dat we nu ook zagen dat, dat aandelen wat sneller waren gezakt aan het begin van de maand. Het viel wel op dat zowel aandelen als obligaties wederom zakten afgelopen maand. Kun je iets specifieker zijn over wat er precies gebeurde? Ja, we zagen dus door de angst voor een recessie, zagen we dus dat aandelen aan het begin van de maand op het dieptepunt ongeveer 3,5% waren gezakt. Maar door toch weer wat meevallende cijfers uit het bedrijfsleven en uit de economie zagen we dat aandelen toch weer een beetje opgekrabbeld zijn. En aandelen en obligaties zijn deze maand uiteindelijk gelijk afgesloten. Met beide min 1,5%. Ja, en als je dat doorvertaalt naar dit jaar, waar kom je dan op uit? Ja, dit jaar hebben aandelen min 7,5% gedaan. En obligaties min 10%. Wat op zich opvallend is natuurlijk. Ja. Omdat in slechte jaren, waarbij aandelen zakken, over het algemeen de obligaties in de portefeuille het goed doen. Ja, en een soort demping bieden in de portefeuille. Precies. Maar dat zien we nu niet. Nee. Ja. En als we dan dit doorvertalen naar de klantportefeuilles, wat zien we daar dan? Nou, omdat aandelen en obligaties het natuurlijk beide slecht hebben gedaan, zien we ook dat de gemengde portefeuilles van klanten het ook niet goed hebben gedaan. De rendementen hiervoor zijn links zijn de maandrendementen van de maand mei te zien en rechts de year-to-date rendementen. En die zijn helaas dus ook niet positief. En als we nou naar de toekomst kijken, wat zijn de vooruitzichten voor de komende tijd? Wat verwachten we? Nou, ten eerste kunnen we natuurlijk nog veel koersschommelingen zien de komende tijd. De volatiliteit zal hoog blijven. Omdat er natuurlijk ook veel factoren een rol blijven spelen nu. En met name is de vraag of we richting een recessie gaan. Doordat de hoge inflatie er eigenlijk voor zorgt dat consumenten minder aankopen kunnen doen. En daarbij hoort natuurlijk ook dat de centrale banken de rentes moeten gaan verhogen om de inflatie tegen te houden. Maar we zien ook dat de economische groei dus ook al aan het verminderen is. Ja, en als centrale banken verhogen, dan drukken ze die groei nog verder, toch? Precies. Ja. De markt begint nu toch wel te denken van gaan we richting een recessie? En het nieuws daaromheen, dat maakt de markt toch vrij bewegelijk. Oké. Dus het risico op een recessie is toegenomen. En daarom hebben we begin juni hebben we ook de portefeuilles aangepast. We hebben het risico verlaagd. Dat hebben we op twee manieren gedaan. Kun je daar wat meer over vertellen? En waarom hebben we dat gedaan? Nou, we hebben het risico in de portefeuille verlaagd omdat de kans voor recessie is toegenomen. En we zien dat aandelen, als er een recessie komt, het minder goed doen. En obligaties eventueel weer koersstijgingen kunnen geven. Omdat de bufferfunctie van de obligaties weer wat is toegenomen door de stijgende rente. Oké, dat is de eerste stap. En de tweede stap was? Ja, ten tweede hebben we ook het risico van de obligatieportefeuille wat verlaagd. Dit hebben we gedaan door hoog risico obligaties te verkopen. En ook obligaties in opkomende markten af te schalen. En daarvoor terug hebben we dus bedrijfsobligaties gekocht die toch een mooi rendement geven.
Maar toch het ook beter doen als er een recessie blijkt aan te komen. Ja, dat zijn dan wat degelijkere bedrijfsobligaties. Precies, dat zijn dan investment grade, hoge kwaliteit bedrijfsobligaties. Oké, dus samengevat eigenlijk en aandelen afgebouwd, maar we zijn nog wel aandelen overwogen. Ja. En binnen het obligatiedeel hebben we ook wat risico afgebouwd. Ja, dat klopt helemaal. Nou, duidelijk. Dankjewel Rutger voor deze heldere toelichting. Nou, geen dank. Tot zover deze video-update van de maand juni. Graag tot de volgende maand. En voor meer informatie kunt u kijken in uw online omgeving of in de Rabo Beleggen-app onder het kopje Nieuws en Info.